Burgemeester opende geheel in stijl de 25e koetsenmarkt. Gerard en Monique van der Wal werden verrast door hun personeel. En grote stroomstoring door brand in stroomkast. In de Oranjehal in Wenen-Wiesel werd afgelopen vrijdag en zaterdag de Horse Fair, of ook wel de koetsenmarkt, gehouden. Het is een evenement van de Apeldoornse Gerij waar verschillende koetsen worden aangeboden en waar we wat instructie en andere leuke dingen doen met de paardensport. We zijn een menssportvereniging en we proberen zo de aandacht voor de sport te trekken. Het jaarlijks terugkerende evenement werd dit jaar voor de 25e keer door de menvereniging het Apeldoorns Gerij georganiseerd. Dat werd gevierd door onder andere de internationaal bekende menner en instructeur Gerard Leijten uit te nodigen. Hij gaf een aantal instructielessen. De Horse Fair werd geheel in stijl geopend door de burgemeester John Berends. Berends is in zijn vrije tijd een verwoed menner. Ja, kijk, het is voor mij 3 keer in de week mag ik het ook doen. Hè? Met mijn eigen Fries. Er zijn ook 2 prachtige Friezen trouwens. Een merrie en een hengst. Of een ruin, wat is het? Een ruin, het is een ruin. Hele brave paarden. Het mooie van deze aanspanning vond ik gelijk dat mooie maatvoering is. Het is altijd mooi om met zo'n aanspanning dan op weg te gaan. Goeie koetsier, hij heeft de dressuurhouding. Ik doe even of ik er verstand van heb. Maar, ja, maar dat doe je eigenlijk meer in het samen. Maar je hebt ook de Achenbach en dat is de klassieke houding. Maar een hele prettige koetsier. Dus ik vind het een eer om hier even te mogen zijn. Nou heb ik begrepen dat er naast Friese paarden ook wel Gelderse paarden zijn, toch? Waarom rijden die niet hier? Oh, geen idee. Eigenlijk, je hebt eigenlijk 3 Hollandse rassen, om zo maar even te zeggen, die prachtige tuigpaarden zijn. Dat is het Groningen. De Groningen paard is dat. Dan heb je de Gelderlander en je hebt de Fries. Dat zijn ze eigenlijk. Op de markt was voor de liefhebber een ruim aanbod te vinden op het gebied van de paardensport. Op zaterdag werden er meer demonstraties gegeven op het naast de markt gelegen dressuurveld. We hebben best wel een heel vol programma met allerlei instructies, demonstraties. Demonstraties ook nog wel met wat honden die wat laten zien. Maar ook hoe je paarden longeert, hoe je ze leert bewegen en hoe je ze traint. De Horse Fair werd afgelopen weekend goed bezocht. Zaterdagmiddag vond er een ernstige aanrijding plaats op de Elsbosweg in Apeldoorn. Daarbij vielen 2 gewonden. Rond 2:30 raakten 2 personenauto's met elkaar in botsing. Een van de auto's sloeg door de klap over de kop en kwam op de zijkant terecht. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. De 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De dode vrouw die zondagochtend rond 7 uur door een passant werd gevonden in de bossen bij Hattem blijkt een Apeldoornse te zijn. De vrouw werd gevonden aan de Wapenvelder Molenweg. De politie stelde gelijk een uitgebreid onderzoek in en vond verderop kledingstukken en een handtas van de vrouw. Bij het onderzoek werden honden en een helikopter ingezet. De 30-jarige vrouw zou op de naastgelegen camping wonen. De politie is er vrijwel van overtuigd dat het niet om een misdrijf gaat. Op het lichaam van de vrouw werd sectie gepleegd om de definitieve doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Die uitslag is nog niet vrijgegeven. De kledingwinkel van Gerard en Monique van der Wal bestaat sinds zaterdag 10 jaar. Het personeel, bestaande uit 5 vaste krachten en 3 stagiaires, hadden daarom weken van tevoren een verrassingsfeest voor hun bedacht. Ja, het was moeilijk om onze mond te houden, maar het is ons allemaal gelukt en het is echt een super verrassing voor ze geworden. De filiaalhouders van de winkel op de Egelantier in Apeldoorn kwamen met een hummer aan. En dat was een droom van Gerard, die, zei het maar even, uitkwam. U werd vanochtend wakker, stond er een hummer voor de deur. Wat dacht u? Ik dacht, daar wil ik wel even een rondje rijden. Dat is wel een hele grote verrassing. Ja, dat was wel fantastisch. Ja, we zijn heerlijk een rondje door Apeldoorn gereden. En ik kan er goed aan wennen aan zo'n auto, moet ik zeggen. Ja, daar kan ik echt aan wennen. Ja. Het was een droom van u, toch? Het is nog steeds een droom voor mij. En die droom is alleen maar groter geworden. Dus ja. Mag ik hem houden of? Helaas, ik moet hem weer teruggeven. Ik heb de sleutels al ingeleverd. Dus daar heb ik wel een beetje spijt van nu. Maar wie weet in de toekomst. Je moet wat de dromen houden. Hè? Na aankomst werden zij opgewacht door familie, kennissen en het personeel. En brachten een felicitatielied ten gehore. Sjoerbietinja, het is geen wonder dat jullie nog bestaan. Nog een dikke 20 jaar. Sjoerbiedoe.
Deze enorme aandacht was voor het echtpaar even wennen. Hoe vindt u dat het personeel dit heeft georganiseerd voor u? Nou, wat ik geweldig vind. Eén, het is natuurlijk fantastisch dat ze dit georganiseerd hebben. En twee, is het, iedereen heeft gewoon zijn mond gehouden. We hebben echt gewoon geen vermoeden gehad. Het enige wat we wisten, dat we vanmorgen om 9 uur opgehaald werden. En dat is het. En voor de rest wisten we helemaal niks. Dus dat is echt fantastisch. En hoe is het om voor deze baas te werken? Ja, geweldig. Baas, eigenlijk is het geen baas. Eigenlijk Gerard en Monique zijn hetzelfde als personeel. Ze staan niet boven ons, maar ze staan naast ons. En ze behandelen ons als even gelijke, zoals een ieder ander. En ik denk dat we geen betere baas en bazin kunnen treffen als hun hartverwarmend, dynamisch en ontzettend lief en meelevend. In de winkel werden Monique en Gerard nog eens extra in het zonnetje gezet met felicitaties en cadeaus. Zij wisten ook in de crisisjaren de winkel draaiende te houden. We hebben hele pieken gehad en ook dalen. En nu zitten we gewoon weer in de stijgende lijn in. Dus het gaat hartstikke goed. En zeker met zo'n team aan personeelsleden. Dus geweldig. Wat is jullie kracht? Ik denk de persoonlijkheid naar de klanten toe. Ja, jullie hebben het wel 10 jaar gered. Is het dan niet tijd voor een eigen winkel? Dit is franchise toch? Ja, er zit eigenlijk geen verschil tussen eigen winkel en franchise. Het enige wat je doet is je maakt gebruik van het concept. En je maakt gebruik van de know-how die een organisatie heeft zoals Shoei. Dus nee, wij hebben niet de behoefte nu om een eigen winkel te starten zoals u dat noemt. Het is echt, wij zien dit als een eigen winkel. Het is ook een eigen winkel. En nee, wij willen dit graag nog jaren voortduren. We hebben deze winkel behoorlijk uitgebouwd. We zijn begonnen als een winkeltje van 100 meter. Inmiddels zitten we meer dan 300 meter. En nee, wij gaan graag nog even door op deze manier. Later op de dag werd het jubileumfeest ook gevierd met de andere winkeliers van het winkelcentrum. Een brand in een stroomkast aan de citroenvlinder in Apeldoorn-Noord zorgde maandagmiddag voor een grote stroomstoring. In bijna 1500 aansluitingen in de wijken Noord en Zuidbroek viel de stroom rond 00:30 uit. Volgens netbeheerder Leander is de brand ontstaan door kortsluiting. De naastgelegen school, het Kroonpad, werd door de flinke rookontwikkeling enige tijd ontruimd. Eerder dan werd verwacht, was rond 2 uur de storing verholpen. Dat was ruim een 30 minuten eerder dan Leander had medegedeeld. Leander is nog wel een paar dagen bezig om de totale schade aan de stroomkast te herstellen. Morgen is het wisselend bewolkt met weinig zon en het is droog. De wind is matig en het wordt rond de 8 graden. In de avond en nacht neemt de bewolking toe en vallen in de nacht een paar buien. Het wordt rond de 3 graden. Woensdag is het bewolkt en regenachtig. Donderdag is het bewolkt maar droog. Overdag wordt het rond de 10 graden en in de nacht rond de 7 graden.